Als biersommelier is het mijn missie om bier aan tafel te krijgen. Ik neem u graag mee naar zowel leuke brasseries als toprestaurants die het aandurven om met bier te werken. Leer alles over inschenken, kijken, ruiken, proeven en combineren met gerechten. Cheers! Vandaag ga ik op pad met niemand minder dan Boogie Boy Paul Ambach. Dat gaat zeker de pan uitswingen. Maestro, de Paul. Fantastische dag, mooi weer. Ja, een stralende dag. Radieus. Voor een stralend bier dus. Hè. Voilà, daar gaan we voor. Hè. Ja, Paul, we zijn hier in Burgt aan de Schelde. Prachtig. Maar wij hebben iets met de Schelde, want een van onze vorige afleveringen hebben we opgenomen in Sint-Amans aan de Schelde. Sint-Amans aan de Schelde, ja. Waar Emil van Aren inderdaad, zijn daar, graf inderdaad, heeft staan. Wat je niet wist, hè, is dat ik daar verschillende keren ben geweest. Ik heb daar als klein mannetje vertoefd. Ja. Prachtige zicht ja. op die Schelde. Dat is ja. populair geworden door... Ceux qui vivent de l'amour, vivent de l'éternité. Voilà. En ik heb dan gezegd, et ceux qui vivent, ceux qui vivent de la bonne bière, me suivent au restaurant. Avanti! Voilà, dat zebrapadsen. Dat is zoals de Beatles die over Abbey Road gaan. Voilà. Ah, ik heb uw woord al geëxposeerd. Ja, en chef Dimitri gaat straks iets klaarmaken met het beroemde leffe bier Radieuze. En als Tanja het goed vindt, zouden wij dat al graag eens proeven op voorhand. Dat gaan wij eens doen, hè. Oké, wij volgen u. Age before beauty. Thank you. Eerst eens ruiken, hè? Ja, daar begint alles mee. En wat ruik je? Ik ruik bier vanuit... Je ruikt een zekere karamelmout, ja. Hè? Maar je ruikt ook een beetje kruiden in de neus. Inderdaad. En om die eigenlijk goed te kunnen proeven, moet je dan toch wel het bier even... Ja, maar ik blijf toch aangetrokken door die geur, die reuk. Ja. De kleur ja. is toch ook heel speciaal? Ja, inderdaad. Wijnrood zo'n beetje, ja. oranje-rood. Prachtig. En nu een sloekje. Mm. Het geeft een verlicht gevoel. Ja. En ook fluweelachtig. Ja, zijdeachtig. Enkel het genot interesseert ons van het goed aan de mond te brengen. En ik kan mij inbeelden dat daarbij eten ja. nog iets kan. Wel, ik ga eens kijken in de keuken. Maar ja, je ging mee, dacht ik. Ik ga zeker mee. Oké, dan gaan we. Die reis doen we samen. We doen ons intrede in de wereld. De keuken van Chef's Kitchen. En wat ga je er nu mee klaarmaken? Dus uiteraard heb ik de Leffe Radieus zelf al gedegusteerd. En het is een vrij complex bier. Daarom heb ik een gerechtje gekozen. Zonder al te kruidige smaken, maar wel naar het zoet, omdat dat niet in het bier terugkomt. En daardoor is de foodpairing perfect. Het vlees dat ik erbij ga maken is een zomerree filetje. Zomerree? Ja, klopt. Dus juli, augustus, september is het ideale seizoen voor de zomerree. Maar als je, zoals dat je zelfs gaat proeven, dat is een super mals stukje vlees. En perfect te combineren met zomergroentjes. Ik heb er nu een kersensaus bij voorzien. Een beetje boterboontjes en koolrabi. Wat denkt de Paul? Dat is een aanbod dat ik niet kan nee zeggen. Dat is... Oké. Okay. Slaag niet af. Jawel, we gaan nu laten werken en we gaan straks proeven. Ja, hè? Ja Paul, we gaan nog eens inschenken. Hè? Kardinale bier, want hè, dat paarse, dat doet toch aan kardinale denken. Ja, ja.
Stef Stebel heeft dus dit jaar de gouden medaille gehaald, zoals u straks gezien hebt, in de restaurants van de Bier- en Gastronomie Award. Ik verwacht wel iets straks. Ik ook. Dat gaat hier vonken. Okay. Niet vinken, maar vonken. Niet vinken, maar vonken, ja. Maar vertel mij eens meer over die... Van waar komt het woord Leffe? Echt? Ja, Leffe. Wel, Leffe is eigenlijk de naam van een riviertje. Een klein, gewoon riviertje. Een riviertje in de buurt van Dinant, vlakbij Dinant. Ja. Het had de Maas lopen, ja, natuurlijk. Maar Leffe is een zijriviertje van de Maas. Klinkt als een naam, hè? Het is een, ja. Het is een naam. Het is nog altijd, het riviertje loopt nog altijd. En de abdij van Leffe bestaat nog altijd. Is trouwens elke dag te bezichtigen om 4 uur stipt. Is de voet erin geslaagd? Zeer verrassend. Wie verwacht nu een ree in de zomer? Maar door dat zomergarnituur erbij en combinaties, de saus, het bier, het is allemaal zo zacht, elegant, fijn. Ik vind het een topwering, hoor. Voilà, ik laat u verder genieten van de Leffe radieus en het gerechtje erbij. We sluiten dit heerlijke diner af met een goede sigaar, die ook nog lekker past bij de radieuze. Maar voor Paul heb ik nog een leuke verrassing. Alsjeblieft. Ik neem dat zeker in ontvangst en bedankt u daarvoor. Ik ben zeker dat ik er wijzer van ga worden over het patrimonium dat hier rondloopt, in feite. Dus in feite opwaardeert jij terug onze patrimonium, die ons ook op de kaart zet, internationaal en nationaal. Hier op het menu moet kunnen. Volgende week zijn we in Chimay, om er de Chimay-première gecombineerd met Sint-Jacobsvruchten te proeven in het restaurant La Trappe Loup.